Hey, komt goed. 18 maart in de ring, laat ik het zien. Het wordt een slooppartij, ik ga hem slopen. Ik ben Louis Tavares, kom uit Rotterdam. Geboren en getogen, kickboksen al een jaar of 13. Ik ben Yegi Shegoyan, ik ben 26 jaar. Woonachtig in Almere momenteel en train ook bij Simpson Gym, bij Ryan Simpson in Almere. Ik ben een allround vechter. Dus, weet je, in de A-klasse, vooral in de zwaargewicht in onze klasse, even niet scherp zijn, kan zo voorbij zijn. Het maakt niet uit of je tegenstander een toppertje is of niks nut is, snap je? Je moet gewoon scherp zijn, handen hoog. En die 95 kilo die op je kin gaat zitten, ga je gewoon slapen. Het maakt niet uit hoe sterk je bent of hoe goed je bent. Als het zuiver is, ga je gewoon slapen. Ik heb altijd de mening gelijk van bijna niemand beter dan dat ik ben. Dus, ik heb een aantal verliespartijen op mijn record, maar dat hoort erbij, je leert ervan, snap je? Maar ja, ik zeg altijd, de beste hebben ook verloren, snap je? Dus. Van Louis Tavares, ik weet niet veel van hem als vechter. Maar onderscheidt niemand als tegenstander. Hij is ook een vechter in de 95 kilo. Hij heeft misschien een paar mooie partijen gepakt op het laatst. Weet je, dan wordt je naam ook groter, dan gaat iedereen over je praten. Maar mij maakt niet uit tegen wie ik sta. Het wordt wel gewoon oorlog in de ring. Ik wil gewoon scherp staan. Als iemand niet scherp is, één van ons niet scherp is, gaat gewoon slapen, dat weet ik zeker. Ik let nooit op andere mensen. Ik weet, ik heb altijd praatjes gehad of ik heb altijd de mening klaar, maar 9 van de 10 heb ik het ook waargemaakt. En alles wat ik deed vroeger. Dus. En dat hebben we ook altijd van huis uit meegekregen. Ik kan wel wat zeggen, maar maak het waar, snap je? En ik doe dat ook, dus ik let niet echt wat mensen zeggen, wat mensen vinden. Voor mij heb ik nooit gedaan. Hij kan van mij verwachten dat ik ze gewoon sta te knokken. Ik ga die partij niet cadeau geven, ik ga de partij niet weggeven. Het wordt gewoon knokken in de ring. Als je net iets scherper bent, dan ga je hem eruit slaan. Dan kan je hem die ene pomper op zijn kin zetten dat hij gaat slapen. Ik denk dat ik hem gewoon overklas. Overklas sowieso, het ligt eraan hoe ik me voel. Maar ik oog gewoon voor een kou. Als het nou in de derde ronde is of tweede ronde, de eerste ronde, dat maakt niet uit, maar hij gaat gewoon eruit. En ik ga hem gewoon totaal overklas. Het is een vechter. Hij is oké. Maar kan je dus zeggen, is niet van mijn niveau. Dan gaan we ook gewoon die dag zien. Dan ga ik die dag ook echt laten zien. Ik sta hier om te winnen. Ik ga voor de winst. Zo hard trainen als ik al was, maar ook al train je zo hard, gaat je niet helpen, jongen. Want je gaat gewoon eruit. Iedereen komt kijken, 18 maart in Nijmegen, 1 Fusion. Ik en Tavares staan tegen elkaar, 1 man blijft staan. Kom kijken, wordt een knalavond.